Yo mens, Jirask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe top 5 plays week hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vind je deze hier nou leuker om dan natuurlijk sowieso keihard op die like noemen. Bij de 3000 likes komt er natuurlijk volgende week vrijdagavond ook weer een nieuwe top 5 plays week online. We beginnen vandaag met de nummer 5 spot, want de nummer 5 spot is van Sanderson 2021 en die speelt hier Modern Warfare 2 zoals je kan zien en hij roept zijn chopper gunner in. Let eventjes op de killfeed links onderaan, hij heeft nu al 3 kills binnen, 4e kill pakt hij op met zijn chopper. Ik kan ongeveer inschatten hoeveel kills hij heeft gemaakt, want hij zit ongeveer rond de 50 kills. Maar die killfeed die loopt maar door, het begint een beetje langzaam, ze hebben painkiller, haalt zijn nuke ook nog eens natuurlijk bij, maar let op dit moment. Iedereen spant op deze spot. Hij zit dus te zoeken. Killt even die vent in de bunker. Let op. Bam, 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 bam. Killfeed blijft non-stop doorlopen. Modern Warfare 2 was een Call of Duty waar dit soort streaks echt gewoon veel te sterk waren. En je ziet nu waarom. Holy shit. Die enemies kunnen niks meer. Ze kunnen nog eens meer spannen. Ze kunnen nog eens meer lopen. Ze kunnen nog eens meer dekking zoeken. Want op het moment dat ze dekking proberen te zoeken, schieten die choppergunnenkogels gewoon letterlijk de bunker in. Of schieten ze, kijk maar hier, de bunker in, hoppatee. En dan ben je ook niet veilig. Dus je kan nergens dekking zoeken en je bent gewoon dood. Op de allereerste bonusclip hebben wij een clip van de enige echte cornerversluiter. Want die speelde zoals je kan zien GTA 5 natuurlijk met zijn Jester. En hij is gewoon lekker aan het cruisen. Had eventjes een goede radiosender opgezet. En het begin gaat fout zoals je kan zien. Hij draait helemaal verkeerd. Hoppatee, draai nog even goed. Natuurlijk zodat hij weer kan doorrijden. En corner die rijdt hier op de weg. En zo meteen aan zijn linkerkant ziet hij een super, super mooie berg staan. En als je een super mooie berg ziet staan, dan moet je er tegenaan knallen. Maar wat corner hier doet is hop, toink, tarap, 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 tarap. Episch. Dat is wat corner doet. Een epische stunt. Zonder dat hij van plan was een epische stunt te doen. Dan gaan we door naar de nummer 4 spot. Want op de nummer 4 spot staat de clip van Lucas Pound. Je zit er in 1 tegen 6. Maakt er maar 5 tegen 1 van. Maakt er maar 4 tegen 1 van. Situatie op Search and Destroy. Op de map stand-up met zijn DSR sniper rifle. Hij moet dus iedereen killen. Wil hij de ronde kunnen winnen. Op dit moment leven er nog 3 enemies. Hij heeft er al 3 afgeknald. Op dit moment leven er nog 2 enemies. Hij heeft er al 4 afgeknald. Zij moet nog 2 mensen killen. Maakt hij nog 1 kill, heeft hij natuurlijk zijn UAV van een 5 streak binnen. Zij zit de vijfde persoon te zoeken. Die loopt daar, schiet en eerste een kogeltje mis. Kan gebeuren. Bam, knal door zijn kop heeft. Roept zijn UAV natuurlijk nu in. Zodat hij kan zien waar de enemy loopt. De enemy komt naar hem toe. Maar Lucas, die wil gewoon deze ronde winnen. Dus wat hij doet, is hij gooit de Semtex tegen de enemy zijn kop aan. En 3, 2, 1. Hij heeft de ronde gewonnen. 1 tegen 6 situatie. In Search and Destroy. Staat gelijk aan. Een epische clip. De tweede bonusclip is een FIFA 15 clip van I Feel You. Want die mag hier een vrije trap nemen. En hij zit eventjes goed te kijken welke speler zal ik selecteren. Nou ja, deze is niet zo goed. Dus ik pak maar weer een andere. Pak zijn keeper. Neuer. Neuer schiet de fucking fire vrije trap. En scoort. Holy shit. Het was echt gewoon letterlijk van de middenlijn af. En doelpunt is gemaakt door Neuer. Dus mooie, mooie goal. Op de nummer 3 spot gaan wij door met een Battlefield clip. En je mag natuurlijk ook jouw Battlefield Hardline clips gaan insturen omdat het spel nu uit is gekomen. Maar Paul O'Nater 800 die gaat hier op een rampage, jongen, dat wil je niet weten. De eerste kill pakt hij hier op met zijn SG-553. Reload natuurlijk eventjes zijn wapen en let op hoeveel kills hij maakt. Je hebt de tweede persoon, hoppatee, binnen. Zit dus nu op een 2-streak, maar dat is natuurlijk niet de clip, want dat is niet goed genoeg. Dus nummer 3, binnen, 4, binnen, 5, binnen. Ga nog even door. Nummer 6. Ook binnen natuurlijk. En hij is nog niet klaar. Nog steeds niet. Hij zit nu achter de enemies. Springt hij naar beneden. Hoppatee. 7, 8, 9. Staat er nog één. 10. Ziet er nog een paar lopen daar. 11. En 12. En ik weet niet wat die enemies aan het doen zijn. Maar hij heeft nu al 12 en een assist kill. Dus dat is 13 volgens mij. Hij zit er nu al op. Reload nog eventjes natuurlijk. Ik heb nog 28 kogels. Pakt hij nummer 14 op. En 15. Jongens. Ik geef je een applausje, jongen. Want helaas was die out of ammo. Misschien had hij anders wel door kunnen gaan. De volgende bonusclip is van de Gyal-thema. Die speelt hij namelijk, volgens mij heet het Rust. En die maakt hier een schelter kapot, volgens mij, van iemand. Ik heb dit spel nog nooit gespeeld, maar hij vindt dikke, maar ook echt dikke loot er binnenin. Luister naar de reactie. Best wel goede shit in die hut zat. Ik heb een spel nog nooit gespeeld. Ik weet niet of iets goeds of slecht is, maar er zit allemaal sifoon in, allemaal ammo in en weet ik veel wat allemaal. Dus ze kunnen het lekker gaan nakken.
moet je het maar niet in de open ruimte laten staan, hè? Het is niet zo handig. Maar ja, de reactie vond ik altijd wel mooi. Holy en dat is natuurlijk kicken als jij gewoon random in één keer zoiets kan vinden. Dus alsjeblieft, jongen. En hij heeft die, kijk die shotgun die hij in zijn handen heeft, man. What the fuck? De volgende clip, nummer 2 clip, is 1 Black Ops 2 clip. Het is een hele snelle clip. Je moet heel goed opletten, jongens, anders mis je het. Van Z Arrow Kill. Die speelt namelijk op de map Nuketown met zijn M1216 op de PC. Pakt 1 kill met zijn Semtex op. Tweede kill, capture kill. Derde kill, capture kill. Vierde kill, capture kill. Vijfde kill, reload even zijn wapen. Voor nummer 6 en 7. 8, 9. Dat houdt dus in een killchain, maar hij heeft ook nog eens zijn orbital visit gehaald. Dus dat houdt ongeveer in een killchain binnen 10 seconden. En zijn orbital visit binnen 10 seconden. What the fuck, jongen. Hij maakte dikke capture kills. En dikke kills met zijn M1216. De laatste bonusclip is een bonusclip van de enige echte geen naam. Hij heeft namelijk geen naam achtergelaten. En die speelt hier League Play natuurlijk op Black Ops 2. En hij maakt één dikke turn-on kill. Het is Capture the Flag op natuurlijk de map Slums met zijn MSMC. En hij zit hier even af te wachten. Dat is natuurlijk logisch om te doen, want zijn teammate heeft de vlag. Teammate wordt daarna helaas. Even wachten. Uitgeschakeld. Houdt dan dat je opnieuw de vlag moet pakken. Dus hij rent naar de vlag toe. Ziet deze vent lopen, wordt in zijn rug beschoten. Draait om, pakt die kill op. Draait nog een keer om en pakt die kill ook op. Holy shit. Dat waren dus eigenlijk 2 turns in 1 turn. Of zoiets. Maar de nummer 1 spot, jongens, is deze week van XJMX Stunts. Die maakt hier namelijk 1 knife kill op. Stunt even de enemies voor knife kill nummer 2. Knife kill nummer 3. Tomahawk kill nummer 4. Tomahawk kill nummer 5. Hij is nog niet klaar. Tomahawk kill nummer 6, 7, 8. Ren naar de span toe voor nummer 9, 10, 11, 12. Ja, dat is sowieso een nummer 1 spot waardig natuurlijk. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten, jongens, van deze top 5 plays of the week van deze week. De nummer 1 spot loopt natuurlijk nog lekker op, af, ding, achtig, op de achtergrond. Als je hebt genoten, dan natuurlijk op die like. Bij de 3000 likes komt er natuurlijk volgende week vrijdag weer een nieuwe top 5 plays of the week online. En ja, mocht je nou zelf een clip willen insturen, dan mag dat altijd. Call of Duty clips mogen, Battlefield clips mogen, FIFA clips mogen, Dora clips mogen, Metro clips mogen, Tom Brady clips mogen, Dying Light clips mogen. Alles mag jij insturen. Dat doe je heel erg gemakkelijk door ten eerste natuurlijk gewoon eventjes je clip op te nemen met één capture card. Het kan natuurlijk ook op de PlayStation 4 via de share knop. Dat vergeten heel veel mensen. Maar als er iets leuks gebeurt op de PlayStation 4, ramp die share knop en stuur een naam in. En op het moment dat je hem natuurlijk hebt opgenomen, kan je hem heel erg gemakkelijk uploaden naar YouTube toe. Op het moment dat hij op YouTube staat, heb je natuurlijk een link. En die link, die stuur je dan naar mij toe via het e-mailadres jeraskegaming@hotmail.com. Dan bekijk ik je clip en wie weet zit jouw clip dan wel volgende week in top 5 plays of the week. Dus heel erg bedankt voor het kijken, jongens, naar deze week van de top 5 plays of the week. En ik hoop jullie ook weer te zien volgende week of natuurlijk bij een andere video. Bye bye, mensen.